Welkom bij de nabeschouwing van de wedstrijd tussen Quick Boys en AFC. De wedstrijd eindigde in een doelpuntloos gelijkspel. Naast mij staan de trainers van AFC, Ulrich Landvreugd, en de trainer van Quick Boys, Edwin Grunholz. Welkom beiden. Ulrich, om bij jou te beginnen. 0-0. Een goede afspiegeling van de wedstrijd wat jou betreft? Ik denk uiteindelijk wel. Ja, eerste helft gezien denk ik dat wij wel wat mogelijkheden hadden. Ik denk als we die eindpaas gewoon goed geven, kunnen we gewoon dus achter een defensie penetreren. Maar ja, wat ik al zeg, die eindpaas was er niet. We kwamen een paar keer een beetje doorheen. Soms alert de keeper redden twee keer met een blok bij Guus, dacht ik, Werenburg. En Siali zat er dichtbij. We zaten dichtbij met een blok, een scrimmage met een corner. En, dus we hadden wel wat mogelijkheden voetballend, maar ja, voetballend kwamen iets te kort, vond ik vandaag. Waar ligt dat aan? Want precies een jaar geleden werd de wedstrijd ook gespeeld, toen bij AFC, werd het 5-1 voor jullie. Ja. Wat was er dan nu anders? Ja, hoeveel van dezelfde jongens hadden jullie er nog in staan? Er is wel wat veranderd, ja, dus dat zou Edwin precies weten. Dus dat onder andere en het tactisch plan natuurlijk. En ja, we weten, het veld is behoorlijk groot. En dus wij hielden het ook wat compacter. We gingen niet hoog druk geven, wat we normaal wel doen. En dus daarom probeerden we op eigen helft het veld klein te houden, maar dat deden zij ook. Dus het werd een beetje schaken, vond ik. Nou, eigenlijk een verkap compliment van Ulrich, dat we ja, eigenlijk wel verbeterd zijn sinds vorig jaar. Nu 0-0 gehouden tegen AFC. Hoe zie jij dat? Ja, ik weet niet of we verbeterd zijn. We hebben vandaag denk ik als team gespeeld en de tactiek uitgevoerd. Die wij verleden week vanuit de wedstrijd hebben bedacht. We hebben analyse gehad en daar zag je AFC een bepaalde manier voetballen. We hebben daarop aan moeten passen, omdat wij in een fase zitten dat we moeilijk wedstrijden winnen. We hebben niet de wilde om normaal wat ik graag wil, om het zelf te bepalen. Maar ja, soms moet je ook als trainer concessies doen. Hebben wij eigenlijk aangepast en vooral gezorgd dat de beste spelers niet aan de bal kwamen. Dat was niet altijd makkelijk, maar... Wel compliment naar een ploeg dat ze dat uiteindelijk wel goed hebben gedaan. De tweede helft werd het lastige deel van de wedstrijd. Ging Milan nog hoger opstaan. Moesten eigenlijk met kippensluis wat defensievere taken daar laten invallen. Of invullen, sorry. En Malen weer snel een controle. In de laatste fase kunnen we ook nog maken. We maken eerst helft, creëren we niet heel veel. Maar we maken wel een zuiver doelpunt. Liet in de beelden zien, wist ik ook niet. En de tweede helft hadden we ook nog kunnen maken. Maar Paul redde ons ook nog één of twee keer. Dus... Het zijn momenten in deze, op dit niveau die bepalen of je gaat winnen of verliezen. En we zijn lang in de wedstrijd gebleven, dat wilden we. En uiteindelijk hadden we hem kunnen winnen, maar het zijn altijd clichés. Ja, je zegt ik heb me aangepast aan de tegenstander, of wij. Is het, mis je daar nog niet ook enige vastigheid in het elftal, door je elke week aan te passen aan de tegenstander? Zie je dat niet zo? Goeie vraag van jou. Dat hoor ik elke week. Ik lees het ook op verschillende sites. Dus, maar die mensen zijn geen trainer. En ik ga één keer van me afbijten en ik vind het echt onzin. Als je jongens teruggaat van de corona... Je hebt jongens die niet helemaal fit zijn, die verleden jaar wel fit zijn. Dan lees je, ja, je zet de middenvelder neer. Ze kennen heel je tactiekplan niet. Ze kijken naar een speler die een keer op het middenveld zit. Ze kijken niet naar tactiek, totaal niet. Dat is mijn vak. Als je verliest, krijg je kritiek, vind ik geen probleem. Maar ik vind wel af en toe echt onzin dat je elke week maar wat doet. Want dat zal je mij echt tekort doen. Ja, dus jij zegt van er is gewoon geen andere keuze tot nu toe geweest om, ja, om deze keuzes te maken. Nee, ja, je geeft nu weer een antwoord en een vraag. Ik wil je niet tekort doen, maar het zit een beetje een vraagstelling in. Waarvan ik, jammer eerlijk gezegd. Want we zijn met elkaar aan knokken. Je kan zeggen tegen de treffers gezien, stellen we teleur. Door gewoon geen teamspirit te hebben. Helemaal terecht. Vonden we allemaal heel erg vervelend. Hebben we deze week met elkaar echt over gehad. Al heel snel in het seizoen, want dat willen we bij Quick Boys niet. En ik wil je echt niet tekort doen als ik dat doe. Sorry daarvoor, maar het is wel eens ergernis. Omdat wij de hele week ermee bezig zijn. En voor mij zijn we geen dombo's. Ja. Nee, maar ik denk dat de meesten dat ook wel beamen. Dus jullie zullen daar vast jullie best in doen. Ulrich, 0-0 bij Quick Boys. Ja, is dat een resultaat waar je mee kan leven als regerend landskampioen nog steeds? Nou ja, ik moet er wel mee leven, maar nog steeds regerend. We hebben nog een heel lang seizoen. De start is moeilijk. Net wat hij aangaf, Edwin. Wij hebben ook heel veel coronagevallen gehad. We zijn wel op de weg terug, zie ik. Alleen, je merkt ook dat tegenstanders hebben zich goed versterkt. Dat merk je ook bij Quick Boys, maar alle tegenstanders. Dus het wordt steeds moeilijker, het niveau wordt steeds hoger. En dan moet je maar doorheen zien te voetballen. En elke wedstrijd probeer je dat te doen, zo goed mogelijk. En vandaag zag je het ook. Het was moeizaam, maar we hadden wat spaarzame momenten dat het kon. En ik denk een doelpunt had misschien ook wel de wedstrijd opengebroken. Maar het kon aan beide kanten bijna vallen. Dus in dit geval, ik denk voor de neutrale toeschouwer, een mooie 0-0.
Nou, hij viel inderdaad uiteindelijk niet. Even een brugje naar iets anders. Jullie volgen dit seizoen allebei de UEFA Pro-cursus. Hoe is Edwin als klasgenoot? Ja, ik heb de pech dat ik niet bij hem in een groepje zit. We zitten met z'n tienen in een groep en die is gesplitst in tweeën. Kijk. En Edwin zit bij de andere vijf, dat snap je dan. Oké, dus heb je niet zo heel veel met elkaar te maken? Nee, niet direct. Nou ja, we komen denk ik over twee weken weer bij elkaar. Ja, dus dan komen alle tiende cursisten weer bij elkaar, maar we hebben ook groepsmeetings en dan is het altijd gesplitst. Dus ik denk dat we elkaar 8 keer in het jaar zullen treffen. Oh. Maar de eerste ontmoeting was prettig. Oké, nou gelukkig. Hoe gaat die trainerscursus tot nu toe? Hoe bevalt dat? Ja, we zijn ermee bezig, dus we proberen zo snel mogelijk alles op orde te hebben, dat je niet achter komt te lopen. We zijn natuurlijk allemaal druk, we zijn niet meer de jongste. Wat dat betreft kost het veel tijd. Maar je weet waarvoor je het wil doen. We hebben ambitie en willen elke keer jezelf ontwikkelen. Helder. Dank jullie wel. Dank voor de tijd. En succes verder dit seizoen. Jullie ook.